Kijkers Botlek TV en Link Media. Een hele goede morgen, middag, avond, misschien wel vannacht dat u kijkt. Dat weten wij niet. Het blijft loopen, het blijft bloepen. U kunt natuurlijk gewoon kijken op Link Media. Of YouTube, het kanaal van Roel van Deursen. We staan hier bij LTV, de LOL Tennis Vereniging De Hartel. Vlakbij de Hartelbrug in Spijkenissen. En naast mij de wat gekrompen Natasja Bodde. Ik zeg het goed, hè? Het is geen Bodde. Je bent geen familie van de cabaretier-pianist. Je bent uit Spijkenissen afkomstig. Ja, klopt. Nee, het is gewoon Bodde. Zo chic was het niet, was het maar zo. Maar helaas. Maar je bent wel stadsdichter van de gemeente Nissewaard. Sinds een paar maanden. En dit is een van je eerste openbare optredens, als behalve op 4 mei met de herdenking. Ja, ik moet zeggen, ik heb al wel een aantal optredens gedaan. Bij het RAR in Spijkenissen, bij in de Boekenberg natuurlijk een aantal keer. Dus ik heb er een aantal gehad, maar ja, zulke dingen zoals vandaag vind ik toch wel extra bijzonder. Ja, want wat is er vandaag aan de hand, kijkers? Ik gaf al aan, LTV De Hartel, en die hebben elk jaar een goede doelen toernooi. Het Dames Dubbel Goede Doelen Toernooi 2023. En elk jaar kiezen de dames die dat organiseren, kiezen dus een goed doel uit. En dit is voor de tweede keer in 8 jaar tijd dat ze kiezen voor de stichting Villa Joep. Villa Joep, een organisatie die zich inzet om geld bijeen te krijgen voor onderzoek naar neuroblastoom. En neuroblastoom is een gevreesde kinderkanker waar helaas nog te veel kinderen aan overlijden. En daar is geld voor nodig voor de research. En mede dankzij mensen als Natasja komt dat geld binnen. Ze krijgt er niets voor betaald als alleen een hart voor ons aan haar. Je hebt een prachtig gedicht geschreven, ga je dadelijk voordragen. En dat is speciaal gemaakt voor deze dag. Ja, klopt. Ik ben heel erg dankbaar dat ik dit mag doen op zo'n dag als vandaag. Dat ik een heel klein steentje bij mag dragen. Dus ik wil vooral een ode schrijven voor iedereen die hier vandaag komt. En die gaat tennissen en die meewerkt aan dit goede doel. Dus ik ben blij dat ik dat mag doen. Ja, op het gevaar af dat ik dadelijk belaagd word door de kijkers die deelnemen aan dit toernooi. Jij bent verreweg natuurlijk wel de jongste, hè? Want wat hier op de baan staat, ja, dat is al een klein beetje breekbaar. Nou, breekbaar. Sorry hoor, dames. Breekbaar wil ik ze niet zeggen hoor. Ik denk dat zij mij eruit rennen op het tennisveld als ik ze zo eens even heb gezien. Ik ga toch liever gewoon op een podium staan. Ja, vind ik toch makkelijker. Ja, ze zijn bloedfanatiek. Dat hebben we net al even gezien. Ze zijn vanmorgen vroeg zijn ze begonnen. Ze zitten nu even te lunchen. Want dat sporten, dat maakt hongerig. 3 gedichten ga je zo meteen voor de dames. En ook voor de kijkers van Botlek TV Link Media ga je voortdragen. Hoe heten ze, weet je dat? Nou, ik ben heel slecht in titels, dus ik geef ze nooit een titel. Dus ik zet er altijd gewoon boven waarvoor het is. Dus deze heet allemaal Villa Joep. Jij bent de opvolger van je voorganger. Wie was dat ook alweer? Patrick. Patrick, achternaam weet ik niet, maar zijn naam was Patrick. Ja, roem is vergankelijk, hè, wat dat betreft. Volgend jaar komt er weer een andere stadsdichter. Nou ja, ik heb ze alle 3 nu gekend die ooit hier hebben opgetreden. En het is fijn dat het nu eindelijk een dame is. 2 mannelijke voorgangers. Maar alle 3 moet ik zeggen van echt wel van niveau. Nissewaard, Spijkenissen heeft er echt een poëtische glans door gekregen. Door onder andere Natasja. We gaan naar je luisteren. Dankjewel. Ja, en ben jij gekrompen? Of ben ik... Ik denk toch dat ik een klein beetje ben gegroeid. Scheurende schoenen over iets wat op grasmatten lijkt. Flesjes vloeistof in dorstige kelen benadrukken we hier wat elke dag al zichtbaar is. Maar wellicht onder de oppervlakte. Naast de mensen achter de tappen. De geruststellende goedemorgens van een lach in de kantine. Lichtjes in mensen die misschien niet altijd iedereen opvalt tijdens normaliter daglicht. Tijdens drukte van uurslagen. Tijdens sprintjes tussen afspraken, maar vandaag wel. Laten wij jullie op ons schijnen.
Bijna verblind met jullie pracht, monden open van verbazing, knikjes van impressie, klappen uit beloning. Niet dat jullie dat nodig hebben. Alsof jullie het niet doen uit pure liefde voor datgene wat jouw hart laat kloppen. En laat dat de boodschap zijn die we spreiden dan. Hier, vandaag, met z'n allen. Lachen omzetten in daadkracht. Gezelligheid in gezamenlijk doel. Laat passie een domino-effect zijn van innerlijke vreugde naar grotere betekenis. Van innerlijke voldoening naar inspiratie voor hen. Om elkaar alleen nog maar groter te maken. Omdat dit nooit groot genoeg kan zijn. Hen te laten afvragen of zij wellicht een stap zouden kunnen maken naar waar we hier vandaag voor staan. Het antwoord is ja. Het antwoord is namelijk altijd ja. En laat dat de boodschap zijn die we spreiden dan. Hier, vandaag, met z'n allen. Laat dat de aanmoediging zijn die we spreiden dan. Laten we vandaag een ieder zoeken naar hun steentje bij. Dankjewel. Mooi. Toen ik hiervoor werd gevraagd, toen moest ik denken aan een stuk wat ik had geschreven. En dat heet een soort van, oké, als ik het nou voor het zeggen had, hoe zou de wereld er dan uitzien? En ik dacht, dat past hier wel een beetje bij. Het is iets minder diep als wat jullie hebben. Het is gewoon hoe ik vind dat de wereld zou moeten zijn. En ik denk dat heel veel van jullie het wel met me eens zijn. Ook als ik zo een beetje de glaasjes zie en lekkere eten. Dus daar gaat ie. Croissantjes met chocolade waar niemand dik van wordt. Wanneer ik mijn ogen open. Jij schenkt wijn als ontbijt. Je shirt blijft liggen waar ik hem gisteravond gegooid heb. Zongekuste cellen als schilderijen voor mijn zicht. Jij spreekt woorden die ik wellicht niet versta, maar wel begrijp. Mijn antwoord is ja. 1000 keer ja. Diner verplicht onder kaarslicht. Niet dat jij de regels volgt, maar jij snapt nu eenmaal wat voelen inhoudt. Ik hoef je er niet eens voor aan te raken. Het kan wel natuurlijk, maar dat houden we stiekem. Ik zeg niet dat hier alles rustig is, maar het weer wel. Zon en schaduw, de perfecte verhouding, seizoenen zijn verboden. Sterrenbeelden met een randje, mijn leeuw is vegetarisch. Bijten enkel in ijsjes, zelfs de voortanden kunnen daartegen, tranen niks met water te maken. Regen al verdampt voordat het uit de wolken kruipt, komt enkel neer op de plekken waar de boer dat nodig heeft. Waar ik dat nodig heb. Wanneer wij samen uit de bioscoop lopen en nog high van de liefdesfilm willen dansen in de regen. Noem het een droomscenario. Noem het een realistische toekomstvoorspelling. Ik noem het mijn verhaal. Dat ik ga schrijven samen met jullie. Typemachines maken mijn vingers moe. Ik ga terug naar hiërogliefen. Diegene waarbij tekenen met grote gebaren worden geschilderd. Waarbij signalen niet in de vorm zijn van appjes wanneer hij weer is te laat thuis komt. Waarbij de volgende dag niet werk als excuus kan worden gebruikt. Hier bestaat namelijk geen dagplek. Agenda's zijn puur als brandhout. Tijd een onverzonnen begrip met enkel einde, zonder begin. Enkel liefde is het antwoord hier. De vraag slaan we over. Liefde is het antwoord hier en het ritme. En het volkslied en de taal. Er bestaat geen vergeten onderdeel, want liefde is het antwoord hier. En trouwens, wie heeft in hemelsnaam bedacht dat dat niet gewoon de standaard was. Thanks. Oké. De laatste heb ik dus voor jullie geschreven, die vandaag allemaal gaan tennissen en die dit organiseren. Dus jullie wil ik vooral heel erg bedanken. Rood, gravel, verdeeld in hokjes. Zweet druipend langs haar nek, kuiten op spanning op moment van startschot. Elke dag uit liefde, maar vandaag een beetje meer. Hoe we teams vormen en op elkaar bouwen. Hoe we met, maar ook tegen elkaar aan dezelfde kant van de streep staan. Dat is wat mens zijn inhoudt als het draait om iets wat raakt. Hoe mooi wij onze strijdlust, hoe mooi wij onze verschillen uit het veld slaan. Dat is wat mens zijn inhoudt als het draait om iets wat raakt. Er voor elkaar zijn. Voor elkaar rennen. En ja, soms ook even zachtjes snoeken als het eventjes niet gaat. Maar niet te lang. Sportersmentaliteit. Vechtersmentaliteit die zij niet van ons, maar wij van hen hebben geërfd. Die zij niet van ons, maar
wij van hen hebben afgekeken. Zij die met kleine handen grote bewegingen creëren. Met kleine benen grote stappen maken. En nog weinig spiermassa, maar kunnen bouwen naar dit. Hun invloeden niet beperkt tussen de op rood gezette lijnen, stappen we ze over naar een einddoel die nog niet geheel zichtbaar is, maar wel in onze dromen. En daarvoor werken we. Uit frustratie, uit angst wellicht, maar vooral uit liefde voor elkaar. Vooral met de gedachte zo lang mogelijk van elkaar te kunnen genieten. En dan kan ik alleen maar denken dat als wij dat als doel hebben, en ik zie deze mensen zich daarvoor inzetten, dan zijn we toch al een heel eind. Dankjewel. Natasja, de rollen zijn weer omgedraaid. Jij bent groot en ik ben klein. En jij staat niet op een kistje. Gefeliciteerd met het succes van zojuist. De dames waren er erg onder de indruk. Je hebt een mooie bijdrage geleverd aan deze dag voor de Stichting Villa Joep. Je bent zelfs een soort van onderscheiden, hè? De mini Joep. Toch wel een kostbaar bezit. Niet in geld, maar wel als je er iets voor hebt gedaan zoals jij. Prachtige gedichten daarvoor gedragen. Viel het mee? Het viel zeker mee, ja. Het was enorm leuk om te doen. En het leek ook alsof ze daar een zin hadden. Dus daar ben ik altijd blij mee. Het is altijd spannend wel als je iets voor iemand schrijft. Of het dan ook zo binnenkomt als dat jij bedoelt. Maar ik denk dat het wel gelukt is te zien aan Joep. Ja, het is een wonder, want probeer maar eens 50 vrouwen stil te krijgen, waaronder mijn vrouw. Ik weet hoe moeilijk dat is. Dat gaat mij niet lukken, maar jou is het gelukt. Het was muisstil. Mensen hebben genoten. En we kunnen je alleen maar heel veel plezier en succes toewensen in je verdere carrière. Want ben jij het hele jaar of 2 jaar stadsdichter? Ik ben 2 jaar stadsdichter, dus nu inmiddels nog 1,5 jaar. Dus jullie gaan mij vast nog wel zien. Nou, dat hopen we zeker. En bij deze nodig je ook uit voor de talkshow op Zuid. Om daar eens naartoe te komen in Theater Zuidplein. Misschien heb je daar zin in. Ga ik je vanzelf wat over vertellen. En ik wil jou graag ook een persoonlijk cadeautje meegeven namens Botlek TV. Dat is een gedichtenbundel. De wereld volgens Grobbe. Rotterdamse gedichten en verhalen. En dat is van een vrouw die helaas niet meer onder ons is. Ik heb deze bundel samengesteld om haar gedichten voor het nageslacht te bewaren. En zij heeft op haar sterfbed het eerste exemplaar heeft ze gekregen. En je hoeft er geen voorbeeld aan te nemen, maar het is natuurlijk wel een collega van jou. En ik weet zeker, als ze er nog zou zijn, Rieneke Grobbe-Minderman, dan zou ze als hardste hebben geapplaudisseerd. Oh. Voor jou? Van Botlek TV, De Wereld Volgens Grobbe. En misschien komt er ooit nog eens een keer een boekje uit, De Wereld Volgens Bodde. Dankjewel. Dit was Botlek TV, mede voor Link Media. Achter de camera, Roel van Deursen. En deze kleine man, Joop van Door. Tot ziens.